De Romeinse overheerser Herodes gooide Johannes de Doper in de gevangenis omdat hij openlijk tegen hem had gezegd dat hij niet mocht trouwen met de vrouw van zijn broer. Luister, en toen we aankwamen bij de poort van Nain, kwam er net een begrafenisstoet uit. De dode was de enige zoon van een weduwe. Toen Jezus haar zag, stroomde zijn hart vol medelijden. Hij schoof het doodskleed opzij en zei: "Jongeman, ik zeg je, sta op." De dode man kwam overeind en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. Vraag hem, bent u degene waarvan God zei dat hij zou komen? Of moeten we toch wachten op iemand anders? Meester. Meester. Johannes de Doper wil weten of u degene bent die komen zou. Of moeten we wachten op iemand anders? Ga terug naar Johannes en vertel wat je hier ziet en hoort. Blinden kunnen zien, lammen kunnen lopen. Gelukkig zijn zij die niet twijfelen aan mij.